De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het klimaatakkoord hebben we daarom afgesproken dat gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeente Wijk bij Duurstede bereidt zich ook voor op deze overgang. We gaan onze gebouwen anders en duurzaam verwarmen en zonder aardgas koken. Dat vraagt nogal wat van ons allemaal. Daarom gaan we zorgvuldig en stapsgewijs te werk. We beginnen met een onderzoek naar de huidige situatie en de mogelijkheden. En we brengen in kaart hoe en in welke volgorde buurten het beste kunnen overstappen, efficiënt en betaalbaar. Alle plannen van de gemeente komen samen in een transitievisie warmte. Deze visie geeft houvast bij de overstap naar een aardgasvrije gemeente. Elke gemeente in Nederland moet zo'n plan uiterlijk eind 2021 klaar hebben. Voor de meeste mensen verandert er nu dus nog even niks. Maar we moeten er wel over nadenken. Samen gaan we voor een aardgasvrije toekomst. Een duurzame toekomst. Dat kunnen we niet zonder u, als inwoner of ondernemer. Wat vindt u belangrijk bij deze overstap? Fijn als u blijft meedenken met ons.